Want wat voor persoon steelt nou eigenlijk een telefoon? En waar komen al die telefoons terecht? Om daar achter te komen, ging ik op onderzoek uit. Een tijd geleden hebben we een iPhone gestolen. En toen kwam ik erachter hoe ontzettend veel informatie de dief ineens over mij in handen had. En dat vond ik super creepy, maar ik was ook heel nieuwsgierig naar waar de telefoon terecht was gekomen. Anthony heeft voor de documentaire expres zijn telefoon laten stelen. Alleen installeerde hij hier een speciaal programma op. Toen de telefoon werd gestolen, kon hij deze vanaf zijn laptop volgen en zelfs op afstand besturen. De telefoon is net gestolen, hier in Amsterdam. En de sukkel heeft de telefoon nog niet uitgezet, het apparaat is nog verbonden. Dus laten we gaan kijken of we hem kunnen volgen. De camera kon ik op afstand aanzetten, het geluid kan ik op afstand opnemen. Foto's die gemaakt zijn, kan ik ophalen. SMS'jes, e-mails, eigenlijk noem het maar wat je normaal met een telefoon kan. Door al deze informatie komt Anthony veel te weten over de dief van zijn telefoon. Hij denkt deze man te leren kennen en krijgt zelfs medelijden met hem. Omdat ik echt een heel erg positief beeld kreeg van degene die mijn telefoon had gestolen. Ik vond hem een beetje een zielige vent, om het zo maar te zeggen. En dat beeld dat versplinterde helemaal toen ik hem uiteindelijk in het echt zag. En zag wat voor persoon het nou werkelijk was. Ik hoop met de film het hele privacy probleem van telefoons in ieder geval heel duidelijk en tastbaar te hebben gemaakt. De documentaire is voor iedereen online te bekijken. Misschien komt er een vervolg, want het verhaal over de gestolen telefoon gaat verder.